De immigratiedienst wordt dagelijks geconfronteerd met valse documenten. Dit liet ad interim minister David Abiyamofo van Justitie en Politie donderdag weten in het parlement bij de behandeling van de ontwerpwethoudende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan 220 personen. Hij laat weten dat het voornamelijk gaat om vervalste visa. Daarnaast wordt de dienst ook geconfronteerd met onvolledige documenten. Bijvoorbeeld adres, garantstelling. Voorzitter, we zullen conform optreden. Bij constatering hiervan wordt conform de wet opgetreden. Het gaat niet om een bepaalde nationaliteit of afkomst. Ik kan zo de verschillende nationaliteiten noemen bij wie het vaker voorkomt dat er valse documenten worden aangetroffen. Maar dat zullen we niet doen. In elk geval, ik geef de garantie, bij constatering van onregelmatigheden wordt conform de wet opgetreden. De bewindsman ging ook in op vragen van leden over de belofte van de president om personen die naar Suriname komen om te werken door een versneld naturalisatieproces te laten gaan. Minister Abiyamofo liet weten dat hiervoor een Memory of Understanding wordt samengesteld. Het is de bedoeling dat heel binnenkort de ministers van Justitie en Politie, zeker van AWJ, Bibes, hun handtekening hieronder zullen plaatsen. Op vragen van DNA-leden over het aantal illegalen in het land en hoeveel vreemdelingen het land binnen zijn gekomen in de afgelopen 4 jaren, had de bewindsman geen antwoorden. Hij liet weten dat deze vragen doorgeleid zijn naar de desbetreffende afdelingen. Het parlement zal de antwoorden schriftelijk toegestuurd krijgen.